Goeiedag. Je hebt zojuist een bijzonder goede beslissing gemaakt. Want je hebt namelijk geklikt op de allereerste video van Whisky aan Huis. En mijn naam is Lucas en op dit kanaal ga ik jullie alles leren over whisky. En laten we beginnen met de vraag die ik verreweg het meest gesteld krijg. En dat is, wil je met me op date? Nee, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is, wat is het verschil tussen single malt en blended whisky? Goed, het verschil tussen single malt en blended whisky. Er zijn nog een paar andere categorieën en ik ga ze stuk voor stuk even aan je uitleggen. En laten we beginnen met single malt. En als voorbeeldje heb ik hier een hele mooie Lafroig 10 jaar voor je meegenomen. Altijd fijn deze whisky, mits je van een rokerige medicinale bek houdt. Lafroig is een typisch voorbeeld van een single malt whisky. Wat is dat nou single malt? Nou, single staat voor 1. 1 wat? 1 distilleerderij. Dus dat wil zeggen dat alles in deze fles op één plek gemaakt is. In één fabriek, als het ware. Daarnaast hebben we het stukje malt. En malt is het Engels voor mout. En mout is gerst dat op een bepaalde manier verwerkt is. Welke manier dan? Dat ga ik in een latere, saaiere, langere technische video nog wel een keer uitleggen. Maar voor nu is het goed om te weten dat het van gerst gemaakt is. Daarnaast zijn er nog een aantal andere eisen aan single malt whisky. Namelijk dat het gedistilleerd moet zijn in koperen potsteels. Dat zijn de type ketels. Daarnaast moet die minimaal 3 jaar gerijpt hebben op eikenhouten vaten. Korter mag het geen single malt whisky heten. En hij moet altijd minimaal 40% alcohol bevatten, zoals je ziet. Trouwens, zoals je helemaal niet ziet, want het is veel te klein. Maar zoals ik zie, bevat de Lafroig inderdaad 40% alcohol. Meer mag altijd, minder niet. Wat nou als je 2 single malts, of meer, bij elkaar gaat mikken? Dan krijg je een blended malt. Dus het is niet gewoon blended malt. Een bekend voorbeeld hiervan is de Monkey Shoulder. De Monkey Shoulder is gemaakt van, dat weet ik even niet, dat ga ik even googlen. Nou, zoals ik natuurlijk had voorbereid, is de Monkey Shoulder gemaakt van Glenfiddich, Balvenie en Balvini. Kininvie, een wat minder bekende distillerij. Dus 3 single malts, mik je bij elkaar in een fles en dan krijg je Monkey Shoulder, een blended malt. Misschien een leuk weetje over de Monkey Shoulder, waarom heet de Monkey Shoulder Monkey Shoulder? Dat is namelijk omdat de mannen die vroeger het gerst aan het omscheppen waren, waarom waren ze de gerst aan het omscheppen? Dat komt in die saaie lange video waar ik het net over had nog wel een keer terug. Maar in ieder geval, door het omscheppen van die gerst ging hun hele schouder scheef hangen en gingen ze als een aap lopen, en zoals ik nu voordoe. En dat noemden ze dus de Monkey Shoulder. Daar is deze whisky naar vernoemd. Een blended malt. Oké, maar er is nog meer. Klopt, namelijk single grain whisky. Dus een voorbeeld hiervan is de Port Dundas. Staat er ook op, single grain. Dat is dus vergelijkbaar als de single malt. Alleen is er geen gerst gebruikt, geen gemalte gerst, maar zijn er andere granen gebruikt. Bijvoorbeeld mais, of tarwe, of rogge. Combinatie daarvan, misschien ook wel een beetje gerst, maar niet puur gerst. Dat noem je dan een graanwhisky. En als het wel afkomstig is van 1 distillerij, krijg je een single grain whisky. Je hebt ook, net als dat je blended malt hebt, blended grain whiskies. Echter zie je deze vrijwel nooit voorbij komen. Er zijn een paar voorbeelden van. Bijvoorbeeld is de Compass Box Hedonism, als ik me niet vergis. Dat zijn dus meerdere single grain whiskies bij elkaar. En zo zijn er nog een paar voorbeelden, maar vaak zie je het niet en ik heb er dan ook geen fles van. Wat krijg je nou als je single malt met single grain combineert? Dan krijg je de bekendere blended whisky. Dus niet blended malt of blended grain, gewoon blended whisky. Een voorbeeld hiervan is de Cutty Sark die ik heb staan. Maar nog misschien wel een bekender voorbeeld is deze prachtige Red Label whisky. Heb ik alleen een heel klein flesje van, ooit van iemand gekregen. Had hij niet hoeven doen. Dat is dus whisky waar een beetje single malt in zit en vaak het overgrote deel graanwhisky in zit. Wat is nou het verschil in smaak? Daar is natuurlijk niet één antwoord op te geven, want je hebt zoveel type whiskies en zoveel verschillende single malt, zoveel blends, etc. Je kan niet zeggen dit smaakt zo en dit smaakt zo. Je kunt wel zeggen over het algemeen dat single malts wat uitgesprokener zijn, wat karaktervoller zijn, wat eigener zijn en dat blends wat vlakker zijn, wat meer, wat ronder, wat
minder uitgesproken, wat toegankelijker. En daarvoor zijn ze destijds ook gemaakt, om toegankelijke, betaalbare whisky te produceren. Want graanwhisky is over het algemeen gewoon veel goedkoper dan moutwhiskies. Dat heeft ook weer met de manier van produceren te maken. Nu weet je het verschil, als het goed is, tussen single malts en blends. En dus ook blended malts, blended grains. Zo niet, dan ga je deze video gewoon nog een keer kijken. Want je hebt toch niks anders te doen, want je zit thuis, want corona. En mijn advies luidt ook om een abonneetje. Daarnaast raad ik je aan om ook een abonnementje te nemen op dit prachtige kanaal. Want ik ga nog veel meer video's maken over whisky. Ik ga whisky proeven en vertellen wat ik ervan vind. Ik ga hopelijk whisky aanraden. Ik ga vertellen over verschillende distillerijen. Ik ga hele lange saaie video's maken over hoe het gemaakt wordt. Maar ik ga ook hapsnap clickbait video's maken met de beste whisky onder de 30 euro en dat soort ongein. Dus voor ieder wat wils, doe dat en dan zien we elkaar hopelijk snel weer.